heet Abby Vandeveer en ik ben freelance restaurator van schilderij. Ik kom oorspronkelijk uit Canada en ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd en de kunstacademie gedaan bij Princeton University in de VS. Ik heb een 3-jarige restauratieopleiding gevolgd bij het Courtauld Institute in Londen. Ik woon al 6 jaar in Nederland en ik ben in 2006 bij het Frans Hals Museum begonnen als stagiair. Sindsdien heb ik als freelancer verschillende schilderijen van het museum behandeld. Meest recent heb ik dit schilderij behandeld. De inneming van Damiate, geschilderd door Cornelis Claes van Wieringen in de 17e eeuw. Eerst zal ik jullie vertellen over de schilder, het onderwerp en de geschiedenis van het schilderij. Daarna zal ik iets vertellen over de restauratiebehandeling. Het derde en laatste stuk van deze lezing gaat over Van Wieringen's schildertechniek, in vergelijking met andere schilderijen. Cornelis van Wieringen was een Haarlemmer. Hij werd rond 1580 geboren en stond vanaf 1597 ingeschreven bij het Haarlemse Sint-Lucas-gilde voor schilders. Hij wordt in het bekende schilderboek van Karel van Mander genoemd. Van Mander schreef: omdat hij die eigenschappen van schepen goed begrijpt, hoeft hij voor niemand onder te doen. Van Wieringen ging zelf het water op en maakt vanaf de boot tekeningen en schilderijen van schepen. Hij was de zoon van een scheepsbouwer, wat misschien bijdroeg aan het feit dat hij zeeschilder is geworden. Waarschijnlijk was hij een leerling van de beroemde kunstenaar Hendrik Vroom. Daarnaast hebben Van Wieringen's tekeningen en prenten ook veel overeenkomsten met die van de schilder Hendrik Golsius. Hier is een tekening van de inneming van Damiate die Van Wieringen heeft gemaakt. Van Wieringen schilderde deze versie van de inneming van Damiate vlak voor 1628. Het is een van zijn latere werken. Hij stierf 4 jaar later in 1633. Het onderwerp van het schilderij is een verhaal die zich afspeelde tijdens de 5e kruistocht, aan het eind van de 12e of het begin van de 13e eeuw. Volgens de legende wilde een vloot Haarlemse en Friese schepen de pelgrimsroute naar Jeruzalem vrijmaken. Daarbij wilde de Egyptische stad Damiate aan de mond van de Nijl passeren. Maar de Egyptenaren hingen een ketting tussen de twee torens voor de haven om de toegang af te sluiten. De Haarlemse vloot bevestigde een zaag aan de onderkant van de kiel van een van hun schepen en op die manier is de ketting kapotgevaren. In het schilderij wordt het scheep met de zaag de oude vlag van Haarlem. Een witte boom tegen een blauwe achtergrond. En de wapens van de 7 provinciën zijn langs de zijkant van de schip te zien. Rond deze dramatische scène zie je de Egyptenaren die pijlen en brandende projectielen naar het schip afschieten. Van Wieringen heeft hun kostuums en tulbanden met felle kleuren geschilderd om hun exotische karakter te benadrukken. Hij heeft ook andere bijzondere details opgenomen, zoals de 2 krokodillen in het water. De Damiate-legende is een heel belangrijk verhaal voor Haarlem, omdat de Haarlemmers een grote rol hebben gespeeld bij het veroveren van deze stad. Dit is de reden waarom de klokken in de grote kerk de Damiatjes heten. Het verhaal was zeer populair in de 17e eeuw. In 1629 gaf het staatsbestuur aan Van Wieringen de opdracht om een wandtapijt met deze scène te ontwerpen. Dit tapijt hangt nog steeds in het stadhuis. Rond dezelfde tijd schilderde Van Wieringen een kleinere versie van hetzelfde onderwerp. Waarschijnlijk was dit een model voor het grotere schilderij uit het Frans Hals Museum of voor het tapijt. Hoewel de 2 schilderijen vergelijkbaar zijn, zijn er een paar grote verschillen. Het Frans Hals Museum schilderij is groot en op
doek geschilderd. Het andere is klein en op hout geschilderd. De compositie van het Frans Hals Museum schilderij is gebaseerd op diagonale gebieden van licht en schaduw in het water. Ze dragen bij aan de dynamiek van de compositie en helpen om het oog van de kijker naar de belangrijke delen in het schilderij te leiden. Het kleinere schilderij heeft meer rechte hoeken. Het licht valt parallel aan de horizon en de pier staat loodrecht ten opzichte van de toren. In het Frans Hals Museum schilderij zijn er duinen en een muur in de voorgrond. In het andere schilderij vinden we rotsen en meer water. De torens hebben ook verschillende vormen. In de kleinere versie lijken de torens langer en dichter bij elkaar te staan. De wapens op de torens zijn ook verschillend. Links wordt een regen van pijlen en projectielen gelanceerd door eenvoudige katapulten. Rechts staan meer geavanceerde katapulten en de brandende projectielen laten een spoor van rook achter. In beide schilderijen staan de Egyptenaren op een pier met hun bogen gespannen en schieten naar het schip. In het kleinere schilderij vallen sommige mannen gewond naar beneden. Nu zal ik iets vertellen over de geschiedenis van dit schilderij, de Frans Hals Museum versie. De inneming van Damiate is niet gesigneerd, maar we weten dat het door Van Wieringen is gemaakt omdat hierover bronnen bewaard zijn gebleven. Het schilderij wordt namelijk genoemd in het boek Beschrijvingen en de Lof der Stad Haarlem van Samuel Amsing. Dit boek is in 1628 geschreven. Daarom weten we dat het schilderij voor deze datum is geschilderd. Het schilderij was bedoeld voor de schouw in de Oude Doelen. Dit was het hoofdkantoor van de kloveniers of schutters. Begin 20e eeuw is dit gebouw onderdeel van het Stedelijk Museum van Haarlem geworden, waardoor het schilderij in het bezit van het museum kwam. Er is een brief over het schilderij in de archieven van het museum. Deze brief gaat over een voorstel ingediend door een restaurator, genoemd Vos, werkzaam in Haarlem. In 1908 schreef de commissie van toezicht dat het schilderij bedoekt kon worden. Bedoeken betekent dat er een stuk doek aan de achterkant van het originele doek werd aangebracht. Dit werd in deze periode vaak gedaan met een verwarmde mengsel van was en hars. Hier is een foto van de zijkant van het schilderij. Het licht gekleurde doek is de bedoeking die aangebracht werd door Vos. En hier is een foto van de achterkant van het schilderij. Het zichtbare doek is de bedoeking. De commissie bepaalt ook dat het schilderij niet schoongemaakt mocht worden. Dat betekent in feite dat de restaurator Vos het vernis niet mocht aanraken. In het archief is een antwoord van Vos van een paar dagen later. Hij schatte dat de behandeling 150 gulden zou kosten. De reactie van de commissie was niet bepaald goedkoop, maar wellicht is daar iets aan te doen. Vanwege resten van oude materialen op het schilderij wist ik tijdens mijn behandeling dat het schilderij in het verleden al verschillende keren behandeld was. Mensen realiseren zich meestal niet dat bijna alle schilderijen, ook redelijk moderne schilderijen, al eens behandeld zijn. Gemiddeld gaan schilderijen door een cyclus van 50 jaar waarin ze worden gerestaureerd, hoewel niet altijd even ingrijpend. Enige andere informatie die wij hebben over de restauratiegeschiedenis zijn foto's genomen tijdens een behandeling in de jaren 60. Het schilderij was behandeld door Han Bolter, toenmalig restaurator van het museum. De gele toon in deze opname laat zien dat hij ook het vernis heeft verwijderd. Waarschijnlijk het vernis waar Vos niet mocht aankomen. Sinds de jaren 60 is het schilderij niet meer behandeld.
totdat ik werd gevraagd om dit te restaureren in november 2009. Voordat er aan een restauratie wordt begonnen, doen restauratoren altijd eerst een uitgebreid technisch onderzoek. We kijken naar het schilderij met behulp van een microscoop en verschillende soorten licht. Bijvoorbeeld het strijklicht. Dat is licht van de zijkant op het schilderij geschenen wordt en dus parallel aan het oppervlak schijnt. Zo kan je het krakelé, dat wil zeggen het barste patroon, in de verf duidelijk zien. In UV-licht fluoresceert het vernis van dit schilderij groen. Je kunt oude retouches en overschildering zien als donkere plekken. Retouches zijn gebieden met verf die in het verleden door restauratoren zijn aangebracht, om beschadigingen in het originele verflaag te bedekken. We spreken van overschildering wanneer de retouches zo ruim zijn aangebracht dat er veel van de originele verf om de beschadiging heen wordt bedekt. Door middel van het technisch onderzoek kreeg ik een goed beeld van de toestand van het schilderij. Er waren verschillende redenen waarom restauratie noodzakelijk was. Het schilderij was stoffig. Oude vergelen en onregelmatig aangebrachte vernis verstoorden de kleuren en de dieptewerking in het schilderij. Oppervlakte vuil en restjes oud vernis waren vastgevoegd tussen de verfstreken. Oude retouches, aangebracht bij eerdere restauraties, waren verkleurd. Toen deze bruine stippen in de lucht in het verleden werden aangebracht, pasten ze beter bij de kleur van de originele verf. Maar in de loop van de tijd zijn de retouches verkleurd. Het schilderij bleek ook heel sleets te zijn. In het verleden is het oppervlak hardhandig schoongemaakt met sterke oplosmiddelen. De randen van het krakelé en de hoogste delen van het linnenweefsel, die iets hoger liggen dan de rest van de verf, leiden dan de meeste schade. Onder de microscoop kan je zien dat de kleine puntjes verfverlies corresponderen met de structuur van het doek. Op de hoogste liggende delen is de verf afgesleten. Het doek hing te slap in het spier aan, door het gewicht van het originele doek en de bedoeking van vos. In strijklicht is goed zichtbaar dat het slap hangende doek lichte plooien vormde. Nu zal ik iets vertellen over de verschillende fasen van de restauratiebehandeling. Allereerst heb ik stof en oppervlaktevuil van de voor- en achterkant verwijderd. Met een mengsel van twee oplosmiddelen kon ik het vernis en sommige retouches verwijderen met wassen staafjes. Hiervoor heb ik uitgebreid getest welke oplosmiddelen het beste resultaat gaven. In de tentoonstelling zijn een paar gebruikte wassenstaafjes te zien in een vitrine. Op deze foto, genomen tijdens vernisafname, is de linkerkant schoon. De rechterkant is nog met vernis bedekt. Er is een enorm verschil in kleur te zien. In de meeste gebieden losten de retouches en overschildering tegelijk met het vernis op. Op papier heeft de vorige restaurator een opaque groene laag over de muur aangebracht. De originele verf die daaronder tevoorschijn kwam, is in redelijke toestand. Misschien was de reden voor de overschildering in het verleden om een groter onderscheid te maken tussen het grijs van het water en de grijze kleur van de muur. Meer interessante details kwamen tevoorschijn tijdens het vernisafname. Voor schoonmaken ziet deze boogschutter eruit alsof hij een zeer lange pijl op zijn boog heeft. Na het schoonmaken zie je dat het grootste deel van de pijl geretoucheerd is. De boogschutter had zijn pijl net afgeschoten. Dit sluit aan bij andere actiemomenten op het schilderij, zoals de ketting die net gebroken is en andere pijlen die door de lucht vliegen.
drijvend afval is ook nu zichtbaar in het water, zoals deze pijlenkoker. Helaas kwam geen signatuur tevoorschijn. Na vernisafname heb ik een structurele behandeling uitgevoerd. Ik vertel eerder dat het doek slap hing in het spieraam. Hier is een foto van de achterkant van de schilderij voor de structurele behandeling. Vaak kan je de spanning van een doek verbeteren door tegen de spier in de hoeken van het spieraam te tikken. Maar deze spier waren te dun en ze zouden breken als hij er tegenaan zou tikken. Met behulp van een collega-restaurator, Herman van Putten, hebben we de spier vervangen door een constructie van hoekjes, schroeven en bouten, die de spierlaten langzaam en gecontroleerd uit elkaar duwen. Hier is de linkerbovenhoek voor en na behandeling. En hier is de achterzijde van het schilderij voor en na. Nu weer terug aan de voorkant van het schilderij. Na verwijdering van het oude vernis en de overschilderingen kreeg het schilderij een dunne vernislaag. Een vernis is een transparante laag die meer verzadiging aan de kleuren geeft en een isolatielaag vormt tussen de originele verf en de materialen die ik daarna zal toevoegen. Ik heb een damar vernis aangebracht met een kwast. Damar is een natuurlijke hars en de brokjes hars moeten opgelost worden in een oplosmiddel. Daarna werden de beschadigingen gevuld met een mengsel van krijt en lijm. Vervolgens ben ik begonnen met het retoucheren van de beschadigde en sleetse plekken. Dit was de meest tijdrovende fase van de behandeling. Het retoucheren kostte bijna 4 maanden omdat er zoveel sleetsheid was. De retoucheerverf die ik heb gebruikt wordt gemaakt van droge pigmenten met een bindmiddel. Ze worden samengevoegd op een palet, in dit geval op witte tegels, die zitten nu in de vitrine bij de tentoonstelling. Sommige pigmenten, bijvoorbeeld aardepigmenten, zoals oker of omber, zijn dezelfde als die die werden gebruikt door kunstenaars zoals Van Wieringen. Andere zijn modern, zoals titaanwit, dat pas in de 20e eeuw is uitgevonden. De reden waarom voor een modern pigment kan worden gekozen is stabiliteit en veiligheid. Veel historische pigmenten bevatten bijvoorbeeld lood of kwik. Het bindmiddel dat ik heb gebruikt is ook modern, een synthetische hars die Paraloid B72 heet. Deze is transparant, stabiel en wordt verdund met een oplosmiddel. Van Wieringen en veel andere kunstenaars gebruikten olie als bindmiddel. In het verleden werd olieverf ook gebruikt door restauratoren. Maar olieverf verkleurt al binnen 20 jaar en wordt bij veroudering steeds moeilijker te verwijderen. Nu gebruiken we synthetische materialen die stabiel en omkeerbaar zijn. Dus niet dezelfde materialen die de kunstenaar heeft gebruikt. Omdat de inneming van Damiate zo'n groot schilderij is, met verschillende soorten beschadigingen, moest ik van tevoren bedenken hoe ik het retoucheren zou aanpakken en waar te beginnen. Ik begon met de lucht, omdat het het grootste deel van het schilderij was. Hier links zijn de zwarte plekjes waar verf ontbreekt of sleets is, stipje voor stipje geretoucheerd. Natuurlijk kon ik niet elk stipje retoucheren, dan was ik 4 jaar in plaats van 4 maanden bezig geweest. Ik heb tot een bepaald niveau geretoucheerd, voordat ik verder ging met andere gebieden van het schilderij. Het belangrijkste was dat het overheersend patroon van stipjes werd doorbroken, zodat je de lucht weer kon lezen. Het is belangrijk om een balans te vinden en hetzelfde niveau te krijgen binnen de verschillende gebieden van het schilderij en de verschillende soorten schade.
schade die is veroorzaakt door de natuurlijke veroudering van het schilderij wordt niet geretoucheerd en blijft zichtbaar. Verkleuring van pigment en ook de barsten in de verflaag zullen we moeten accepteren. Ook in de rest van het schilderij moesten er veel kleine stipjes worden geretoucheerd. Ik begon met de minst beschadigde gebieden en ging dan verder naar andere gebieden waar ik delen moest reconstrueren. Sommige van de vlaggen waren erg sleet. Bij deze blauwe vlag is het fleur-de-lis patroon alleen zichtbaar in UV-licht. Deze gele vlag was ook zeer sleet. Slechts kleine restjes van de leeuw bleven na schoonmaken over. Gelukkig was er een vergelijkbare vlag op de rechterkant van het schilderij die beter bewaard was. Dus ik heb de computer gebruikt om de vlag groter te maken, om te draaien en te plaatsen. Deze afbeelding heb ik als referentie tijdens het retoucheren gebruikt. Een van de meest uitdagende gebieden was rechtsonder. Dit is hoe het eruit zag voor behandeling. In de UV-foto kan je donkere gebieden zien waar het overschilderd was in een vroegere behandeling, om beschadigingen in de golven en rond de mensen weg te werken. Hier is een detail van een boot tijdens vernisafname. Links is de overschildering in de golven weggehaald. Het gebied rond de boot was in het verleden verpoetst, dus de donkere tonen in de golven ontbraken. Nadat het vernis en de overschildering zijn verwijderd, werd de grijze grondering zichtbaar. Later zal ik meer over de gronderingslaag vertellen. De verf die de gronderingslaag oorspronkelijk bedekte, was helemaal weggepoetst tijdens eerdere restauraties. Hier is een detail van een man op een bootje achter het galjoen. Voor behandeling, na vernisafname en de grijze gebieden zijn de grondering. Tijdens het toucheren in verschillende fasen en na het toucheren. Misschien vraagt u zich af hoe restauratoren te werk gaan wanneer er zoveel verf verloren is gegaan. Soms helpt het om informatie te krijgen uit de rest van het schilderij. Daarom heb ik dit stuk tot het laatste bewaard, zodat ik een goede gevoel zou krijgen voor Van Wieringen's techniek. Je kan ook vergelijkbare details in andere schilderijen van dezelfde kunstenaar opzoeken. Voor deze behandeling heb ik deskundigen op het gebied van schepen en scheepsbouw geraadpleegd om te helpen met de reconstructie van de touwen. Sommige touwen zijn versleten, andere waren volledig weggepoetst. Ik heb met Aap Hoving gesproken en hij is hoofdrestaurator scheepsmodellen bij het Rijksmuseum. Hij heeft op foto's van het schilderij de juiste positie van het touwgage getekend. Ik heb deze tekeningen gebruikt als referentie tijdens het retoucheren. Hij heeft mij ook interessante informatie over Van Wieringen's schepen gegeven. De schepen zijn heel nauwkeurig geschilderd, wat logisch is, gezien het feit dat Van Wieringen kennis had over schepen en scheepsbouw. Kennelijk zijn de schepen niet historisch correct voor het Damiatenverhaal dat gebeurde in de 13e eeuw. Van Wieringen heeft de schepen ouder gemaakt, zodat ze bij een kruistochtscène zouden passen. Omdat er tijdens de kruistochten geen kanonnen bestonden, schildert hij riemen in de kanonsgaten. Ondanks deze historische onjuistheden heeft Van Wieringen ervoor gezorgd dat hij antiek schepen schilderde om een ouder gevoel te geven. Ze lijken op schepen uit de jaren 1580, dus ongeveer 70 jaar ouder dan het schilderij.
Ik heb de ontbrekende touwen gereconstrueerd tijdens een van de laatste fasen van retoucheren. Daarna heb ik een slotvernis aangebracht. In zijn geheel heeft de behandeling 9 maanden part-time werk gekost. De resultaten na de restauratie waren zeer bevredigend. Als gevolg van de structurele behandeling hangt het doek nu weer strak. Door het verwijderen van het vernis en de overschilderingen heeft het schilderij zijn originele kleuren en helderheid teruggekregen. Uiteindelijk vormt het schilderij weer een geheel, waarbij men weer kan genieten van Van Wieringen's schildertechniek, de kracht en de diepte van de compositie, de heldere kleuren en de mooie details, zonder dat men wordt afgeleid door verkleurde retouches, vergeeld vernis of oude beschadigingen. Hier is het hele schilderij nogmaals in verschillende stadia van de behandeling. Voor, na vernisafname en na behandeling. In normale licht en UV. In UV-licht zijn mijn retouches als donkere plekjes zichtbaar. Ik heb een goed inzicht verkregen in Van Wieringen's schildertechniek door 9 maanden aan het schilderij te werken. Tijdens de behandeling heb ik letterlijk iedere centimeter van het oppervlak bestudeerd. Deze kennis was tijdens het retoucheren weer heel belangrijk om zijn techniek te kunnen imiteren. Ik heb het schilderij ook vaak onder een microscoop bekeken, gedurende de hele behandeling. Daarnaast zijn er ook kleine verfmonsters genomen om meer te weten te komen over de opbouw van de verschillende verflagen en over de overschildering daarop. Een verfmonster is niet groter dan een speldprik. Het minuscuul stukje verf wordt in kunsthars ingebed. Dat wordt geslepen, waarna met een microscoop de laagopbouw kan worden bestudeerd. Ook hierbij kunnen zowel normaal als UV-licht gebruikt worden. Hier is mijn indruk van Van Wieringen's werkwijze. Op het doek heeft hij eerst een warme, grijze grondieringslaag aangebracht. Je kunt de kleur van de grondering zien in dit detail rechtsonder, waar het werf afgepoetst was tijdens een vroegere restauratie. De functie van de grondering is te voorkomen dat olie uit de verf wordt opgezogen in het doek en om het oppervlak te egaliseren. In dit geval heeft de grijze kleur bijgedragen aan de kleurpalet van het schilderij als geheel. Dit is een foto die genomen is onder de microscoop. Je kunt een paar oranje en zwarte pigmentdeeltjes zien die ingebed in de grondering zijn. In dit verfmonster, genomen in de lucht, zie je dat de grondieringslaag bestaat uit witte, zwarte en oranje-rode pigmenten. Bovenop de grondieringslaag zie je de verf die Van Wieringen gebruik heeft in de lucht. Het is intens blauw, bestaande uit een mengsel van loodwit en smalt van hoge kwaliteit. Smalt is een pigment gemalen van blauw, kobalt houdende glas. Als je het te fijn rijft, verliest smalt zijn kleur. Daarom zijn de pigmentdeeltjes relatief groot. Op het schilderij zelf ziet het smalt eruit als een intens blauw. De lucht is nogal dun geschilderd. En hier zie je de diagonale penseelstreken en grote pigmentdeeltjes. In het water heeft Van Wieringen een ruwe basisopzet geschilderd op de grondieringslaag, zoals de lichte gebied van het water langs de horizon en de donkere zee in de rechter onderhoek. Daarna schildert hij de aansluitende gebieden, bijvoorbeeld een dunne grijze laag voor de golven links van de toren. Vervolgens schildert hij de gebieden die het meeste licht vangen en de schaduwen die de golven hun driedimensionaliteit geven. Een monster laat zien
dat het water dun geschilderd is met slechts 2 of 3 lagen verf. In de zee heeft hij de gebieden voor de boten uitgespaard. Dat betekent dat die gebieden werden leeggelaten, zodat de boot daarin geschilderd kon worden. Hij heeft ook een gebied uitgespaard voor de toren, maar hij lijkt van gedachten te zijn veranderd over de vorm van de steunberen aan de voet van de toren. Die aan de voorkant is uiteindelijk over de bakstenen geschilderd. En de 2 langs de zijkant hebben verschillende vormen. Van Wieringen heeft de kleinere boten en andere details niet uitgespaard. Hij heeft de boten, mensen en overige details over het water heen geschilderd. De verf die hij hiervoor gebruikte was tamelijk opaak en dik, zodat de kleur van het water niet door de figuren heen zichtbaar is geworden. De gezichten van de mensen in de achtergrond zijn vaak niet meer dan een oranje verftoets. Terwijl de gezichten dichterbij herkenbare trekken hebben. De mensen in de voorgrond zijn nog meer gedetailleerd geschilderd. Eerst heeft de kunstenaar de basis huidtoon gezet, waarna de fijne bruine en zwarte toetsen voor de mond, neus, ogen en snor. Daarna kwamen opaak roze of oranje accenten op de wangen, kin, neus en het voorhoofd. Ten slotte heeft hij witte accenten op hun helmen en kleding geschilderd. De kleding is vaak met felle kleuren geschilderd. In de groep linksonder heeft Van Wieringen de rode kleurstof kraplak gebruikt om de paarse kleding te schilderen. Ik denk dat het kraplak is, omdat de kleding felrood fluoresceert in UV-licht. De vlag die zij vasthouden heeft ook een knalrode fluorescentie. Dit wordt veroorzaakt door een laag kraplak die onder de blauwe verf ligt, om deze een paarsig toon te geven. Hier is de vlag in normaal licht. Een verfmonster van de vlag laat zien dat Van Wieringen de vlag uit verschillende lagen heeft opgebouwd. Eerst een laag smalt. Dit is hetzelfde blauw dat hij heeft voor het lucht gebruikt. Daarna een laag kraplak. De bovenste laag is ultramarijn blauw. Dit is opmerkelijk omdat ultramarijn heel duur was. Van Wieringen heeft uiteindelijk 3 verschillende blauwe pigmenten gebruikt in deze vlag. Smalt van hoge kwaliteit, het dure ultramarijn en ook nog azuriet, die hij heeft gebruikt voor de vouwen in de vlag. Onder de microscoop zie je dat de bovenste 2 lagen zijn gerimpeld en gekrompen langs het krakelee. Deze degradatie van verf heeft waarschijnlijk te maken met het materiaal dat Van Wieringen gebruikte en behoort tot de natuurlijke veroudering van het schilderij. Een ander voorbeeld van natuurlijke veroudering zijn de grijze halo's rond de pijlen en de mensen die op de toren staan. Waarschijnlijk heeft dit te maken met een bepaald soort groene verf en misschien is de olie uit de verf in het gebied eromheen getrokken. Andere interessante technische details wil ik graag beschrijven aan de hand van een vergelijking met andere schilderijen. Van Wieringen zijn ongeveer 50 schilderijen bekend, waarvan er ongeveer 20 met zekerheid aan hem kunnen worden toegeschreven. Zoals ik eerder zei, de inneming van Damiate is rond 1627 geschilderd, tegen het eind van Wieringens leven. Een ander werk dat hij rond dezelfde tijd heeft geschilderd, is de aankomst van Frederik de Vijfde te Vlissingen. Dit is ook in de collectie van het Frans Hals Museum, maar momenteel hangt hij helaas niet op zaal. Er zijn veel overeenkomsten.
zijn veel overeenkomsten tussen de twee schilderijen. Beide zijn met olieverf op doek geschilderd en hebben ongeveer dezelfde afmetingen. Het kleurpalet is vergelijkbaar. In beide schilderijen heeft hij de grijze toon van de fundering door de verf laten schijnen. Voor de kleine mensen in de achtergrond heeft hij accenten van lichtgekleurde verf toegevoegd. In de boten en de mensen in de voorgrond heeft hij fellere kleuren gebruikt. Er zijn ook vergelijkbare details, zoals deze tent op een bootje, blauwe de Vlissingen schilderij en roze in het andere. In het Damiaanse schilderij was de tent oorspronkelijk geel bedoeld en de originele vorm wordt zichtbaar met infrarood licht. Er zijn ook belangrijke verschillen tussen de twee schilderijen. Het meest duidelijk is dat de wind uit een andere richting komt. Dus de schepen, de vlaggen en de golven bewegen de andere kant op. Het Vlissingen schilderij is niet recent behandeld. Maar de algehele conditie van het Vlissingen schilderij lijkt beter te zijn. Er is minder krakelee en sleetsheid. Ook is het Vlissingen schilderij gesigneerd op dit stukje hout. Helaas is er geen signatuur gevonden op de Damiaten. De schildertechniek en Van Wieringen's latere werken, zoals Damiaten en Vlissingen schilderijen, lijkt anders te zijn dan in zijn eerdere werken. Een van zijn meest bekende schilderijen is het ontploffen van het Spaanse admiraalschip tijdens de zeeslag bij Gibraltar van het Rijksmuseum. Dit is rond 1621 geschilderd, dus een paar jaar eerder dan de Damiaten. Er zijn overeenkomsten tussen de twee schilderijen, zoals de objecten, en in dit geval de mensen, die de lucht in worden geslingerd. Maar er zijn ook veel verschillen. In het Rijksmuseum schilderij is de verf meer opaak. Voor het vuur, de vlaggen en de mensen gebruikt hij felle kleuren in plaats van pasteltinten. In verhouding tot de afmeting van het doek zijn de mensen groter en ze hebben vaak duidelijke contouren van bruine of zwarte verf. De zee is veel donkerder dan in het Damiaten schilderij en hij is waarschijnlijk opgebouwd uit semi-transparante glacielagen om diepte en intensiteit te bereiken. Waarschijnlijk is de ontploffing geschilderd als een studie voor de hele grote zeeslag bij Gibraltar, die nu in de collectie van het Scheepvaartmuseum is. Het grote schilderij, samen met een andere kleine modello voor de compositie, zijn recent gerestaureerd bij het restauratieatelier Amsterdam door Katrien Kirsch en Verena Muller. De gelijktijdige restauratie van verschillende schilderijen van Van Wieringen gaf ons de gelegenheid om technische informatie uit te wisselen en een vergelijking te maken tussen de schilderijen. De zeeslag van het Scheepvaartmuseum is gesigneerd en gedateerd op de achterkant van een van de schepen. De zeeslag is veel groter dan de Damiaten. Hij is bijna 2 meter hoog en 5 meter breed. Beide werken zijn op doek geschilderd. Beide hebben een grijze fonderingslaag. Zoals we gezien hebben, heeft de Damiaten schilderij een fonderingslaag met witte, zwarte en oranje pigmentdeeltjes. De zeeslag heeft een dubbel fondering, dus 2 lagen bevattende witte, zwarte en gele partikels. Zoals ook het geval is bij het Rijksmuseum schilderij, heeft het water in de zeeslag een intense turquoise kleur. Het is donkerder en meer transparant dan water in de Damiaten. Als je de verfmonsters van de twee schilderijen vergelijkt, dan wordt duidelijk waarom dat is. Het water in de zeeslag is opgebouwd uit tenminste 4 dunne lagen verf met vrij transparante pigmenten. Het water in de Damiaten heeft alleen 2 dunne verflagen die vrij opaak zijn.
De mensen en hun kleding zijn met felle, opaak kleuren geschilderd. Omdat het zeeslagschilderij groter is, is de afmeting van de mensen ook groter. Daarom zijn de gezichten en kleding meer gedetailleerd. Er zijn veel vergelijkbare details in de twee schilderijen. Van Wieringen heeft in de natte verf gekrast om het tuigage om de masten te creëren. In deze details zie je dat sommige lijnen zijn getrokken met de punt van het penseel. In dit detail heeft hij een scherp instrument gebruikt, misschien het uiteinde van zijn penseel. Hij heeft ook verschillende kleuren, bruin, grijs en zwart, gebruikt om de touw te schilderen. Hieronder zie je een detail van het Damiatenschilderij, waar de twee kleuren naast elkaar zichtbaar zijn. Beide schilderijen hebben ook blauwe groene boten in de achtergrond. Een golvend, opaak geel zeil. En drijvende objecten in het water en kleine golven die relatief dik zijn geschilderd. Ik hoop dat jullie van deze presentatie over de restauratie en schildertechniek van de inneming van Damiaten genoten hebben. Wie wil, kan het schilderij nu komen bekijken in de tentoonstelling Under the Loop in de foyer. En dat is zaal 13 naast de Schutterzaal. Ik zal daar rondlopen om eventuele vragen te beantwoorden. Maar als u nog vragen hebt, dan ben ik van harte bereid die te beantwoorden. Bedankt voor uw aandacht. Zeker niet. Het spieraam.
Maar ik denk dat de speed-up is Dat is zo goed.
niemand meer vragen. Dus als ik dan misschien kan u vragen naar het schilderij.